Hallo, ik ben Anda en dit is een ontspanning en een verhaaltje in één. Je mag lekker komen liggen op de bank, op de vloer of in je bed. Misschien wel met een kussen onder je hoofd en een warme deken over je heen. En dan sluit je je ogen en luister je naar het verhaaltje. Doe je mee? Kom dus lekker liggen. Adem een keer diep in. Lang uit. Doe je ogen maar dicht. En voel hoe je ligt. Heerlijk, zacht en warm. Helemaal ontspannen. Je adem is rustig. En je buik beweegt zachtjes op en neer. Als je het fijn vindt, leg je je handen op je buik. En blijf je voelen hoe je buik beweegt op het ritme van je adem. Ondertussen luister je naar een grappig verhaaltje. En dat gaat over Puk en Job. En zij zijn elkaars beste vrienden. Vandaag liggen Puk en Job op hun rug in het gras. Ze kijken naar de lucht. Vandaag is de lucht namelijk erg interessant om naar te kijken. De wolken zijn vandaag geen grote watten die voorbij schuiven maar bijna plaatjes uit een stripboek. Kijk, Buk, zegt Job. En hij wijst naar een onwijs grote wolk. Dat lijkt op een kasteel. Een kasteel met wel zes torens, een slotgracht en een ophaalbrug. Voor de brug staan de ridders te wachten. Totdat de brug over het water ligt en ze met hun paarden eroverheen kunnen, zodat ze weer veilig binnen zijn. Echt niet, zegt Puk. Dat zie je verkeerd hoor. Die zes kasteeltorens, dat zijn zes prinsessen met heel lang sierlijk haar. En die slotgracht is een zacht wit lint. Die de prinsessen in hun haar kunnen doen, maar die nu op de grond is gevallen. De ophouwbrug is een grote kam, zodat ze hun haar goed uit de klit kunnen halen. Job draait zijn hoofd om en kijkt Puck eens goed aan. Meen je dat nou echt? zegt hij. Uh-huh, zegt Puck. Weet het zeker hoor. Job draait zijn hoofd weer om en kijkt nog eens goed naar de lucht en de hele grote wolk. Dan komt plotseling de zon achter de grote wolk vandaan, zodat Puk en Job hun ogen sluiten voor het felle licht. Als ze hun ogen weer open doen, zit de zon achter een wolk verstopt. De kasteel en de prinsessenwolk zijn inmiddels weggewaaid en hebben plaats gemaakt voor een nieuwe wolk. Moet je kijken, zegt Puk dan. Die wolk, die lijkt wel op een grote drool. Hahaha, geert Job van het lachen. Ik zie hetzelfde als jij. Puk en Job hebben dikke pret om de wolkendrol. En rollen door het gras van plezier. Nu is het niet te hopen dat het gaat regenen uit de wolkendrol, zegt Puk. Hoezo, zegt Job en kijkt verbaasd naar Puk. Nou, dan regent het natuurlijk drolletjes regen. Na dit verhaaltje voel je weer hoe jij ligt. Hoe je rustig ademt. En dat je ontspannen bent. Probeer dit fijne gevoel bij je te houden. En kom dan terug door langzaam wat dieper in te ademen. En langzaam uit te ademen. Misschien wel een paar keer als je dat fijn vindt. Gaap. Rek je lekker uit. Ik vond het gezellig dat we samen hebben ontspannen. En ik zie je graag terug bij een volgende ontspanning. Thank mm -hmm. you.